De energietoevoer valt stil, de prijzen stijgen fors en armoede dreigt ons land te overspoelen. Het is 1973 en de premier spreekt de bevolking toe, live, via de televisie. Naar oordeel van de regering zal daar waar minder te verdelen valt, dat mindere gelijker moeten worden verdeeld. Als we daartoe bereid zijn, dan wordt het geen koude winter, al vriest het nog zo hard. Deze woorden van Joop den Uyl staan in groot contrast met de passiviteit van de huidige premier en zijn kabinet. We worden allemaal een stukje armer, is hun boodschap. Terwijl juist nu mensen behoefte hebben aan perspectief, om gezamenlijk door deze tijd te komen. Aan politici die alles uit de kast halen om niemand achter te laten. Dan moet je durven breken met oude vormen en gedachten. Niet alleen deze winter, maar ook daarna. Voorzitter, we voeren dit debat tegen de achtergrond van een onzekere en onvoorspelbare wereld. De coronapandemie lijkt rustig, maar smeult nog steeds. Er is oorlog op ons continent. Oekraïense mannen en vrouwen vechten voor hun vrijheid. En laten we eerlijk zijn, deze strijd is voorlopig niet voorbij. Poetin staat op verlies en daarom kiest hij voor escalatie. Maar het mag duidelijk zijn. De steun die het hele Westen, ook Nederland, aan Oekraïne heeft gegeven, zal ook de komende maanden harder nodig zijn dan ooit. Voorzitter, de internationale situatie maakt ook mensen in Nederland onzeker. En nee, het kabinet heeft hier geen schuld aan. Maar in deze moeilijke tijden verwacht de samenleving wel daadkracht en leiderschap. Vooruitzien, hoe moeilijk de omstandigheden ook zijn. Maar ik vraag me soms oprecht af of de ernst van de problemen wel voldoende doordringt in vak K. Hebben ze door dat er mensen zijn in ons land die straks niet voor nieuwe boeken, maar voor warme voeten naar de bieb gaan? Dat ouderen met dekentjes in een zorginstelling zitten en dat kinderen tijdens een reekles flauw vallen van de honger? Als vriendin hoop ik, net zoals veel Nederlanders, elk jaar vurig op de Elfstedentocht. Maar dit jaar niet. Voorzitter, al een jaar kijkt de samenleving naar de politiek voor hulp. Al een jaar lang zegt het kabinet, wacht u maar. Wacht u maar tot het regeerakkoord, wacht u maar tot de voorjaarsnota, wacht u maar tot Prinsjesdag. En tot vorige week zei het kabinet nog, wacht u maar tot januari. En gisteren hoorden we eindelijk een andere toon. Het kabinet voert een maximumprijs in voor energie. En dat is hard nodig om mensen vaste grond onder de voeten te geven. En dat plan had er al lang moeten liggen. En ik vraag dan ook aan het kabinet, wanneer krijgen mensen uiteindelijk duidelijkheid over hun energierekening? Want die uitvoering is behoorlijk cruciaal. En hopelijk hebben we dan ook wat ruimte om vooruit te kijken. Want daaraan heeft het veel mensen thuis tot op heden aan ontbroken. Want keer op keer wuift het kabinet de zorgen van de samenleving weg. En keer op keer liep het kabinet achter de feiten aan. En als je zelf genoegzaam regeert, dan laten de zorgen van de samenleving je koud. En voorzitter, dat is de kernvraag van dit debat. Gaat de coalitie vanaf nu luisteren naar de zorgen in de samenleving of volhardt Rutte 4 in het eigen gelijk? En voorzitter, het zou goed zijn als we in dit debat verder vooruitkijken. Want alleen zo kun je echt perspectief bieden. De ongelijkheid in ons land is zo groot geworden dat miljoenen Nederlanders inmiddels onzeker zijn van hun bestaan. Als we vooruit willen komen, dan zullen we de vastgeroeste patronen moeten doorbreken. Breken met een politiek met als mantra dat succes van de top goed zou zijn voor ons allemaal. Een politiek die kiest voor efficiëntie boven de menselijke maat. Het grote geld boven het gezond verstand. Een politiek die luistert naar de grootste bek, maar doof blijft voor de mensen met het grootste hart. Jarenlang is ons wijsgemaakt dat succes een keuze is en dat achterblijven je eigen schuld is. Heb je geen huis,
Logisch, want je hebt geen vast contract. Geen vast contract, had je maar moeten studeren. Geen diploma, had je maar beter je best moeten doen op school. En ik wil het graag omdraaien. Laten we een beetje bescheidenheid tonen. Succes is vaak een kwestie van mazzel. Achterblijven is een kwestie van pech. Die kloof splijt de samenleving en breekt ons geloof in vooruitgang. Terwijl we allemaal vooruit kunnen komen als we omzien naar elkaar. En ik geloof dat het kan als we bereid zijn andere keuzes te maken. Keuzes voor een sociale economie met waardering voor onmisbaar werk, hogere lonen en een stevig sociaal vangnet. En voor een sterke samenleving met goede publieke voorzieningen. Voorzitter, en ik denk dat er 3 doorbraken nodig zijn. Ten eerste zullen we de groeiende sociale ongelijkheid in ons land moeten doorbreken. Onze premier vertelde trots dat de Nederlandse economie het hardst groeit van alle EU-landen. Maar wat is die groei waard? Als de winsten stijgen, maar hardwerkende mensen hun salaris zien verdampen. Als sommige bestuurders 40 keer zoveel verdienen als een normale werknemer. We worden niet collectief armer. Vermogenden worden slapend rijk, de rest werkend arm. En deze ongelijkheid houdt niet op bij de portemonnee. Hoe hoog je inkomen, hoe langer je gezond blijft. We zagen het in de coronacrisis. Mensen met een essentieel beroep konden namelijk niet thuiswerken. Dus zij raakten vaker besmet. En duizenden zorgmedewerkers zitten inmiddels thuis met langdurige coronaklachten. En mensen met een laag inkomen sterven vaker aan zelfdoding en alcoholmisbruik. Dood door wanhoop, noemen de Amerikanen het. Maar ook in Nederland komt dit steeds vaker voor. Of in het onderwijs. Broertjes en zusjes die een laptop delen. Kinderen wiens ouders geen dure bijlessen kunnen betalen. En die de grootste prijs betalen voor het gebrek aan leraren voor de klas. En om die scheefgroei tegen te gaan, zullen we weer eerlijk moeten delen. Onderzoek na onderzoek laat 2 dingen zien. De rijkste Nederlanders blijken nog rijker dan we al dachten. En ze betalen nog minder belasting dan we al vreesden. En ik hoop dat we tenminste eens kunnen worden dat werken meer moet lonen dan het loont om op je geld te zitten. Als je dat echt vindt, dan volstaan kleine stapjes niet meer. Dan kies je voor hogere belasting op vermogen, op winst, op speculeren. En daarmee kunnen we dus investeren in vooruitgang voor ons allemaal. En wat mij betreft beginnen we juist in de wijken waar de mensen die vooruitgang de afgelopen jaren het minst hebben gevoeld. Met een wijkenoffensief. Knap de huurwoning op, verduurzaam ze. Zorg voor meer wijkagenten, jeugdwerkers. Om jongeren uit de klauwen van de criminaliteit te houden. Zorg voor bijles en ondersteuning voor alle leerlingen. Wat hun ouders ook verdienen. En haal mensen uit de armoede. Met basisbanen waarmee ze werk doen dat belangrijk is voor ons allemaal. Voorzitter, een tweede terrein waar een doorbraak nodig is, is het denken over ons werk. Want de mensen die onmisbaar werk doen, krijgen vaak niet de waardering die ze verdienen. Dan heb ik over de mensen die onze kantoren elke dag schoonmaken, de mensen die ons verzorgen als we ziek zijn, de trambestuurders die ons naar ons werk brengen, de leraren die onze kinderen onderwijzen en de vakkenvullers zonder wie we überhaupt geen boodschappen zouden kunnen doen. Zij zijn de ruggengraat van onze samenleving. Van een tekort aan flitshandelaren of tabakslobbyisten ligt niemand wakker. Maar als het zorgpersoneel of de NS-medewerkers staakt, dan komt het land tot stilstand. En toch worden hun zorgen vaak niet gehoord in Den Haag. Het zijn die mensen die geen vast werk hebben, werken met de grootste onregelmatigheid, idiote uurtjes factuurtjes draaien en lijden onder aanbestedingsonzekerheid. En voorzitter, daar moeten we van af. Herwaardering van onmisbaar werk begint bij een hoger minimumloon van tenminste 14 euro. Dat is een loonsverhoging die miljoenen mensen verder kan helpen die onmisbaar werk doen. Dat is een kwestie van respect en fatsoen. Een minimumloon is namelijk veel meer dan een koopkrachtknop. Het is een sociale afspraak over de minimale waarde van werk. Hoe we in Nederland willen, hoe we met elkaar omgaan.
zodat mensen weer rond kunnen komen van hun salaris. Iets wat in ons land, ons welvarend land, de norm zou moeten zijn. En het is goed dat het kabinet eindelijk een stap zet in de goede richting, maar het is met de huidige inflatie simpelweg niet genoeg. Ook niet met deze miljoenennota. Het minimumloon was al te laag voordat de prijzen begonnen te stijgen. Een verhoging van 10% is dan ook geen echte vooruitgang, maar alleen achterstallig onderhoud. Voorzitter, een derde doorbraak is nodig in de discussie over duurzaamheid. Deze energiecrisis veroorzaakt een grote kloof tussen mensen die er warmpjes bij zitten en mensen die rood staan. Al voor de oorlog in Oekraïne hadden 500.000 huishoudens moeite om de energierekening te betalen. Waren huurders in tochtige woningen al afhankelijk van hun huurbaas. En als we deze mensen meer zekerheid willen bieden, dan moeten we verduurzamen. Duurzaamheid betekent niet veel meer dan bestaanszekerheid voor de toekomst. Juist door onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen explodeert nu de energierekening. En de opwarming van de aarde dreigt letterlijk de vaste grond onder onze voeten weg te slaan. De afgelopen jaren werd de rekening van het klimaatbeleid neergelegd bij de werknemers, bij de huurders en bij de middenklasse. Vastgoedbezitters en vervuilers werden juist ontzien. Het overgrote deel van de groene subsidies en belastingenkortingen vloeit nog steeds naar de rijkere huishoudens. Als we niets doen, wordt energie de grote ongelijkmaker. En om dat te voorkomen, zullen we niet de markt, maar de mens centraal moeten stellen. Voorzitter, deze miljoenennota gaat voort op de eerder ingeslagen weg. Het kabinet zet miljarden klaar voor grote vervuilers. De vervuiler gaat niet betalen, nee, de vervuiler krijgt betaald. En gelijktijdig gaat in 2024 de belasting op gas voor huishoudens wel verder omhoog. En dat is scheef. En er is een alternatief. Spreek vastgoedbeleggers aan en ontzie huurders. Bijvoorbeeld door de huur van tochtige huizen te verlagen. Ik had het al over met de heer Paternotte. Want pas als de energierekening daalt, mag de huur weer omhoog. Maak de belofte van een duurzame toekomst tastbaar voor iedereen. En op de langere termijn dwingt de energiecrisis ons na te denken over energie als basisvoorziening. Hoe wenselijk is het als investeerders schathemeltje rijk kunnen worden met het verkoop van een basisbehoefte als energie? Hoe wenselijk is het als we geen grip hebben op de betaalbaarheid op het moment dat er een crisis uitbreekt? Voorzitter, ik zei al, de vraag van dit debat is dit kabinet in staat om de keuzes te maken die nodig zijn? En voorzitter, daar ben ik niet optimistisch over. Ik zie politiek onvermogen en ideologische onwil. De witte broodsweken zijn nog niet voorbij en Rutte 4 hangt al uitgeteld in de touwen. Het was nog niet eens Prinsjesdag en de miljoenennota lag al in de prullenbak. En de vraag is, gaat het kabinet deze miljoenennota ooit uitvoeren? Misschien weet Remkes het. Voorzitter, nu verkiezingen na een jaar stilstand en formeren zou totaal idioot zijn. Een interruptie van de heer Segers, ChristenUnie. Toch even een vraag. Had mevrouw Kuiken het erger gevonden als er niks was gebeurd, dus dat die miljoenennota intact was gebleven, of dat die wordt aangepast en dat er wordt gewerkt aan een prijsplafond? Ik bedoel, het kan toch niet zo zijn dat het feit dat het kabinet dag en nacht nu doorwerkt om dat prijsplafond daadwerkelijk in te voeren, dat op een reprimande van de PvdA-fractie komt te staan? Mevrouw Kuiken. Het is bijna een retorische vraag. Of een zoek naar een compliment. Wat mijn commentaar is op dit kabinet, dat ze voortdurend zeggen wacht maar, wacht maar, wacht maar. En dat het van crisis van crisis van crisis handelt. Ik wil dat ze al in het voorjaar hadden gereageerd op waarschuwingen van experts. Ik wilde dat ze actie hadden ondernomen bij de voorjaarsnota. Toen zeiden wij al, joh, dit wordt erger dan je nu rekening mee houdt. Er moet meer gebeuren, bereid je voor. Dat gebeurde niet. Wij roepen al weken, kom in actie. En pas een paar dagen voor deze Prinsjesdag komt het kabinet in actie en heeft de contouren geschetst van een prijsplafond. En dat is goed. Maar we hebben nog steeds onzekerheid, omdat we nog niet precies weten hoe dat eruit komt te zien.
De MKB'ers, waarvan u hoopt dat er ook een oplossing voor komt, ook nog geen zekerheid. En de publieke voorzieningen, die ik zelf persoonlijk ook ontzettend belangrijk vind, ook nog totale onduidelijkheid. Wil je rust en vertrouwen creëren, dan moet je niet van crisis naar crisis regeren, maar dan moet je vooruitzien om dat te realiseren. De heer Segers. Mevrouw de voorzitter, als je rust wil, dan moet je de belofte doen dat je dat doet wat nodig is om mensen door de winter heen te helpen. En als het nodig is om een nacht door te werken aan een prijsplafond, als het nodig is om de dag voor Prinsjesdag daaraan te werken, dan prijs ik het kabinet er helemaal voor. Wij zullen iedere keer moeten bijwerken, iedere keer moeten kijken of er iets extra's moet worden gedaan, omdat mensen vaak niet rondkomen, omdat onze pogingen om hen te bereiken niet altijd slagen. Dus je zult moeten blijven doen wat je kunt. En als dan inderdaad een dag later de miljoenennota verouderd is, dan denk ik, nou, ik zou zeggen, prima. Mevrouw Kuiken. Ja, de heer Segers toont hier precies, zeg ik voor u voorzitter, de onmacht van deze coalitie in dit kabinet aan. Als je elke keer laat regeert, reageert en laat regeert, dan kun je geen vertrouwen kweken. Als je alleen maar een pakket op een hoop gooit voor volgend jaar, maar vanaf 2024 het ravijn instort, ja, dan moet je niet zo gek dan kijken dat mensen beneden niet naar boven kijken en denken, dank u wel. Want dat is nu wat er gebeurt. Stikstof, grote zak geld, maar nog totaal geen duidelijkheid. Asiel, een grote zak geld, maar totaal onduidelijkheid, totaal geen zekerheid voor gemeenten. En alle mensen die al maanden en weken roepen, ik red het niet meer, want ik heb nu al een te hoge energierekening. Ze worden niet gehoord, ze worden niet gezien. Een minister van Energie die vorige week nog in de krant schrijft, ik heb er geen spijt van dat we te laat actie hebben ondernomen. Ja, dan kunt u mij niet kwalijk nemen dat ik namens al die mensen die nu al in de problemen zitten, daar wel enigszins kritisch op ben. En dan druk ik me nog mild uit. Als u mij vraagt, was het beter geweest als het werk aan het prijsplafond in de zomer had plaatsvond, dan zeg ik ja. Het is gegaan zoals het is gegaan, ook naar signalen van de energieleveranciers zelf, ook naar signalen van de Europese Commissie. Het is gegaan zoals het is gegaan. Wat ik niet wil, is paniekvoetbal. Wat ik wel wil, is de belofte dat het kabinet steeds blijft doen wat nodig is om mensen te helpen. En als dat bijstelling van plannen is, graag. En waar ik u graag toe uitnodig en blijf uitnodigen, want u heeft het al gedaan en het maakt verschil, is om mee te blijven denken, hoe kunnen we mensen beter helpen? En u bent gekomen met het idee van een prijsplafond. Het kabinet heeft dat uiteindelijk opgepakt. Daar wordt nu aan gewerkt. Nogmaals, ik denk dat dat eerder een compliment dan een reprimande waard is. Mevrouw Kuiken. Het is toch wel een beetje wereldvreemd, eerlijk gezegd. Dan ben je toch echt blind en doof voor wat er nu gebeurt in die samenleving. Mensen worden nu al geconfronteerd met een hoge energierekening. Je moet eens zien hoeveel mails we nu allemaal binnenkrijgen die zich afvragen, ja, maar hoe werkt dat dan precies met het prijsplafond? Helpt het mij of helpt het me niet en hoe gaat het dan? Hoe zit het met startverwarming? Hoe zit het daarmee? Wat dat aangeeft hoe groot de nood nu is en het feit dat ik nog niet op al die vragen een antwoord heb, vind ik ook ik vervelend. Want er ligt nu een prijsplafond van het kabinet waar we de uitwerking nog niet van kennen. Wat pas om 1 november misschien duidelijk hebt, dat kan niet. De winter begint nu al. En de Europese Commissie heeft niet vorige week pas duidelijkheid gegeven. Dat weten we al maanden. Dat is ook de reden dat andere landen al wel hebben gehandeld en gerepareerd. En ik vind het gewoon, als dit de houding is van de coalitie, week na week, maand na maand, nou dan vrees ik dat de winter heel lang gaat duren. En ik weet niet of u het daarmee gaat redden. Vertrouwen bieden, zekerheid bieden, dat doe je niet door achteraf te reageren op de puinhoop die is ontstaan. Dat doe je vooraf na te denken, welke puinhoop kan er misschien ontstaan? Zijn we dan klaar? Wat zijn de scenario's die er bij nodig zijn? Niet alleen op het terrein van energie, ook op al die andere uitdagingen die er nu op ons afkomen. Ja, en als je dat niet kunt, dan moet je wat anders gaan doen. Maar dat is echt wat er nu nodig is als de basis van het vertrouwen in dit land zo ontzettend laag is. Ik trek me dat aan. Want de mensen die ons het hardste nodig hebben, haken nu als eerste af. En dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven. En dan zeg ik inderdaad ons, maar wel omdat wij voortdurend met plannen komen. En niet gisteren, maar al vorige maand, al maanden geleden, al bijna een jaar geleden. En dat zullen we blijven doen. Voorzitter, ik zei al, nu verkiezingen, na een jaar stilstand en formeren, dat zou totaal idioot zijn. Maar een kabinet dat niet regeert, kunnen we ons ook niet veroorloven. Wij hier wel, maar het land niet.
In deze energiecrisis werd de ideologische leegheid van dit kabinet dan ook pijnlijk zichtbaar. De coalitie komt vaak niet verder dan het afkopen van sociale onrust en politieke verschillen. Fundamentele keuzes durven ze eigenlijk niet aan. En de coalitie oogt soms verdwaald in deze tijd. De samenleving verandert, maar hun denken staat stil. Zonder visie hol je van crisis naar crisis. Premier Den Uyl zei het al in 1973. Waar visie ontbreekt, komt het volk om. Want hoe kan je ooit de juiste antwoorden geven als je niet de juiste vragen stelt? Hoe kan je de splijtende tweedeling in ons land tegengaan als je ongelijkheid niet fundamenteel echt een probleem vindt? We hebben geen behoefte aan windvanen, maar aan richtingwijzers. Hoe moeilijk ook. En de uitdagingen van deze tijd vragen juist om een visie op een sterke samenleving, gebaseerd op bestaanszekerheid, eerlijk delen, saamhorigheid en duurzaamheid. Waar mensen de erkenning krijgen die ze verdienen en waar de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En PvdA en GroenLinks laten inderdaad vandaag zien dat het anders kan, met eigen ideeën en voorstellen. In ons alternatieve koopkrachtpakket bieden we mensen zekerheid met een minimumloon van tenminste 14 euro per uur, een maximumprijs voor energie, gerichte steun voor middeninkomens en huurders. En dat is prima te betalen als je maar bereid bent van bedrijven die veel winst maken een eerlijke bijdrage te vragen en van mensen die het geld prima kunnen missen. En Nederland is dan ook toe aan een nieuwe vorm van politiek die tegen de versplintering in de krachten bundelt. En aan politici die hun eigen ego ondergeschikt maken aan het algemeen belang. En voorzitter, dat is mijn simpele hoop van vandaag. Dat de politiek niet langer met de koppen tegen elkaar staat, maar de koppen bij elkaar steekt. Dan kunnen we de veerkracht van onze samenleving volop benutten. En ik ben hoopvol als ik zie hoe vrijwilligers zich met hart en ziel inzetten in de zorg, bij taallessen voor nieuwkomers of bij de voedselbank. Hoe jongeren solidariteit tonen met veel kwetsbaarden tijdens de coronacrisis. En hoe sommige werkgevers nu al de lonen hebben verhoogd, omdat zij zien dat hun werknemers niet meer rond kunnen komen. Als we omzien naar elkaar, kunnen we samen vooruitkomen. En dan weet ik één ding zeker. Al komt er een Elfstedentocht, dan zit er niemand in de kou. Dank u wel.